Nee. Wat is up mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag ben ik hier weer met de enige, de echte Stefan. Yeah. En vandaag is het weer tijd voor een try not to laugh challenge. Oftewel, wij gaan gewoon TikToks bekijken. En we moeten niet proberen te lachen. Dus ja, we gaan gewoon gelijk beginnen. Hoor ik zin en let's go. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. We zien jullie weer bij de volgende video wanneer Natalie reageert. Maar Steven, dit is goed. We lachen niet. Dus we winnen de challenge! Oh! TikTok zijn gaar. Papi, papi. Those are dead puppies. Oh shit. Nee! This is real proof that acting gangsta makes you look cooler. Why you look exquisite, my lady? Would you like to go to Chuck E. Cheese? You know. Why you look exquisite, my lady? Damn, baby, all I need is a little bit. You wanna fall back? Dit is letterlijk niet eens grappig. Ik weet echt niet waarom dit is. Dit is laag. Mensen, het niveau is heel laag vandaag. Heel laag. Maar het ligt er echt helemaal aan bij mij hoe de bus vliegt. Weet je wel, als de bus totaal niet langs Pleasant Park vliegt of totaal niet eroverheen, dan ga ik er meestal ook niet heen. Dus dat is een beetje ja, hoe ik er naar kijk. Hey Roy, bedankt voor je wijze woorden, man. Dit is heel veel jongens en wat te hebben. Ja, maar kijk, er zit hier een diepere betekenis in. Vertel, bro. Nou, als je dieper in het kind gaat. God damn it. What the fuck was that about, huh? What's up, you fat pig? What? You don't see where you're fucking going? I wasn't even driving. Don't shut the fuck up, you fucking piece of bacon. Hij zat gewoon. Hey, zielige bro. Where's my salad? I forgot to order salad on my... Dit is niet eens grappig. Ik snap de joke niet. Ik ja, snap ze is koude dik en ze zegt dat ze haar salade... We gaan verder voordat we worden gecanceld. Ik kan niet gecanceld worden als ik niet upload. Oh, yo. Jaden Smith apparently predicted that his dad Will Smith would do something crazy at the Oscars already 4 years ago. Listen to these lyrics. Cover 5 minutes. Whoa, we are so hot in the business. Last verse was before the award show. My dad's gonna slap Chris Rock on stage. Zo lachen. Zo vatten is het niet. Ik wist zo wat er aan zou komen. Ja, tuurlijk weet je dat. Stel ik altijd zo. Ik kende deze al, bro. Ik kon het niet meer inhouden. Nee, oké. Shit, man. Ik heb de challenge gefaald. Nee. Oh. Wow, die was echt grappig, man. Oké, we gaan door. Ja, je don't go bad, bitch. Oh nee, oh nee. Stel je voor, je bent een lekkere chick, hè? En dan loop je gewoon zo op straat. Dan hoor je opeens van achteren worden geroepen. Hé, hey, ik weet sowieso, je bent echt een bad bitch. Draai je om, zie deze guy. Niks tegen kleine mensen. Maar dat zeg je nu wel, maar als je tegenover hem stond, zou je dat niet zeggen. Je hebt gelijk, dan zou ik bang zijn. Verman jezelf, Steven. Kom op, niet meer lachen. Oké, ik kijk gewoon niet. What the hell's wrong with you? I love you, Jessica. Jessica, what the hell is wrong with you, dude? Don't fucking touch me. What's up? I love you. What the fuck? What's wrong with you? What's wrong with you? I Nee. Ik wil nog één keer die guy zien. Oké. Tip voor een betere aim. Tips voor een betere aim. Gewoon jezelf blijven. Nee. Hé, hey, dit is wel een goede tip, man. Luister naar haar, mensen. Blijf gewoon jezelf. Zei je dat? Welke heb jij liever? Dat is geen film, geen kilte. Anders zouden we de hele tijd op ons bek hebben. Het komt gewoon uit het niets. Daarom ben ik erg origineel. Hey, heb je liever geur of nee, geurparfum? Nee! Cancel! Hey, cancel Lisa.pdm. Wow, ze hebben veel kijkers. Oh, wacht, nee, dat zijn al langer. Ze hebben 33 kijkers. Jongens, mijn hele familie is doodgegaan in een vliegtuigongeluk. Ik hoop dat jullie vandaag even goed opletten. Oh, jouw family zijn zulke noobs. Gaan ze gewoon normaal. Waterbucket bij zich. Your family, didn't stick the landing. Hey, gedachten, wat kan je niet zeggen? Wat een rare guy. Ja, oké. Let's go. Heb je al zijn video's al gezien? Ja. Dan gaan we die op het einde kijken. Jij deze? Nee. I'll fucking sneeuwpijpen. Wat zijn
Sniepijper. Sniepijper. Sniepijper, shit. Damn. Willen jullie snoep? Je hoorde al die kinderen keihard gillen. Sambal bij. Sambal erbij. Geen sambal bij, hè, meneer? Sambal erbij, mevrouw. Ja, dan moet je ook een beetje netjes zijn, hè. Mag ik? Het is een andere generatie. Je moet je niet zeggen altijd zo plagen tegen ons. Ik ga niet meer plagen. Oké, dat is goed. Doe wat sambal erbij. Ja, dat hebben wij wel. Nog ja. Sambal bij. Erbij. Wat zei je nou? Nee, het zijn de Chinezen. En wie de fuck is Jeffy? Je zoon. Hoi, Bob. Wat de fuck? Doet hij nog hier? Hoezo, wat doet hij nog hier? Wat dan moeten doen? Wij het gewoon vuil zetten? Abortus plegen misschien? Dat gaat niet meer, hè, na 10 jaar, man. Ja. Dan weet je niet of dat nog gaat na 10 jaar. Oh, nee. Nee. En rip Jeffy, man. Aline, kun je me helpen? Ik voel mijn rug niet met deze oefening. Ja, zo voel ik hem wel. Ja, dat komt dus omdat ik mijn hand op haar rug heb gedaan. Zie, dit zorgt voor een mind-muscle connection, zodat ze haar spieren beter kan trainen. Ali, ik voel mijn kom niet zo goed tijdens het squatten. Nee. Oh, ik weet niet wat ik er grappig vond. Hi Sharks, my name is Jack Bonneau. I'm the founder and CEO of Jack's Stands and Marketplaces, and I'm from Denver, Colorado. Sharks, I'm seeking $50,000 in exchange for 10% of my company. I'm 10 years old, but when I was... $50,000 is not a small amount of money. I'm here to make money. Little fish, Jeff. So my parents loaned me $1,000. Are you serious? Are you serious? He's an idiot. He's a con artist. Oh, zo zielig. Dit is gewoon de echte wereld. Ja. Longest and hardest things to pronounce in Dutch. Nengen honden. Den. Nengen din. He's God. 999. Nengen honden. How is that possible? Dutch. Dutch president. Rule. Water zuivering. Sin Sata Leti. Riool waterzuiveringsinstallatie. Jee. Wat is dat zo ver? Sin Satellite. Maar als je zo beseft, hè, dan is Nederland eigenlijk best wel een rare taal. Nee. Wow, Snelle is veranderd! Veranderd? Ja, hij is jonger geworden! Oh shit! Wow, yo! Ze rollen. Dit is boef, hè? Echt? Ja, wow! Geloof me, je hebt te grote handen. Oké, zoek letterlijk op internet. Boef, kan gewoon rollen. Oké, doe zonder boef. Oké, maar kijk, dit... Jij liegt! Dit komt dus niet Jij door de termen. Jij liegt! Dit komt dus niet door de termen die we... Je hebt gelijk! Dit komt gewoon omdat het zo'n rare video is. Nu mag je weer de N indrukken. Hey, we kunnen de N indrukken, man. Nee! Voor de mensen die het niet snappen, het toetsenbordknopje N is bij ons volgende van next. Maar dat was wel heel toevallig. N voor? Next. Yeah. I said the Russians are here. You said what? The Russians are here. Who is that? Me. You? No, mama, I like girls, mama. Hij deed nog een TikTok sound, hè? Hij bleef wel bij zijn principes, man. Hoor je dat? Nee, toen was ik TikTok sound. No, mama. Dus nogmaals, Selma. Zou jij een man daten met Barkie plus bodycount? Wil je eerlijk antwoord? Nee, lieg. Nee, maar ik hoor, wat wil je? Wil je eerlijk antwoord? Ja, dus. Hij was zo serieus toen hij dat zei. Nee, lieg! Ik rust toch bij een slavernij tentoonstelling. Mama! Oké. Okay.
Google kijk uit. Hey, het is fake! Wat staat daar nu? Snickers. Wat staat er nu? Nee. Oh, we hebben echt fucked up humor, we hebben echt fucked up humor. You're a boy! In a man's world. And I'm a man who loves to play with boys. Hey, hij is dat jij, hij is dat jij. Hoezo? In het begin. Hold on a second. What I meant to say. Listen. Zeg een you suck. Mysterio. Rey Mysterio, what I meant to say. Is you're a boy. And I'm a man. And tonight I'm gonna love to manhandle you. Hold on, shut up! Shut up! Shut up! Hij maakt het niet beter. People thinking I'm too sweet and innocent to hurt anyone. Ik word daar bang van, man. Wow! Haar dark side! En dat waren al mijn TikToks alweer, man. Waren dit al je TikToks? Nee, dat waren niet al mijn TikToks. Ik heb nog... Nee, nu gewoon let ik naar de TikTok-account of zo. Ja. Ik heb alle TikToks van deze guy vermeden, zodat ik ze nu kan kijken. Op dit moment. Ben je ready? Ik heb ze wel gezien. Allemaal. Als het goed is wel. Ik niet. Dus hier gaan we. Hang aan, bro. Huh? Rustig aan. Yo, fuck up, bro. Hey, dit is Brian. Bro, ik zeg eerlijk. Ik heb een paar domme bars geschreven. We gaan één hitje maken, bro. Top 100 Nederland, nummer 1, al die shit, bro. Ik heb er lang naar uitgekeken. Dit wordt ons moment, bro. Ik zweer het. Ja, sowieso. Dit wordt echt een nummer 1 hit, man, bro. Hey, bro. Wat heb je voor me liggen dan? Huh? Kom op, man. Bro, ik zeg eerlijk. Ik heb één beat voor je liggen. Deze ga je sowieso killen, man. Hoor dit. Dit is hem, bro. Ja, man. Gaat let's er nog go. Iets gebeuren? Let's go. Hij is ook rapper, hè? Echt? Is hij echt rapper? Ja. Hey, je zit bij de Rotterdam Airlines. Eventjes later. Oeh, is dat hem? Ja. What the fuck? Ik zeg maar, hij is hij rapper? Kom op je blok en ik tank je pijn. Ik zat de hele tijd te supporten. Je kan niet zeggen dat dit dezelfde guy is. Ik geloof het niet. Deze guy wel. Moenestine, ben hier om te eten, want boetje, ik ben niet tevreden. Yo, kom op je blog en ik tank mijn pijn. Je ligt, man. Zullen we zoeken op Josu Willem Rapt of zoiets. Josu? Vriesdag, zo. We willen dit niet zien. Nee, ze heeft niet partijen. Wist je dat ananas je zaad lekkerder laat smaken voor die dames? Ja man, klopt. Klopt, dan smaakt je proeft gelijk het verschil. Het smaakt echt veel lekkerder gelijk. Grap, hoe bedoel je? Hoe weet je dat? Hoe bedoel je? Gewoon, eet jij zaad of zo? Ik kan hem niet meer serieus nemen nu ik weet dat hij rapper is, man. Hoezo niet? Nu kan ik hem niet meer serieus nemen. Eerst was hij altijd gewoon deze guy. Nu is hij opeens deze guy. Dit is vorig jaar. Oh, nu is hij veranderd, ja. Hey, dokter, help me meteen eens uit de kont, G. Meneer, doe rustig aan. Ja, doe ik ga pijn, bro. Voor u recht zetten, ja? Ik ga uw teen weer recht zetten. Ja, echt snel, waar. Snel. Met mijn tong. Hoe bedoel je met je tong? Met mijn tong. Bro, wat de fuck is dit voor ik raar? Ik ga hem recht zetten. Deze guy. Welkom bij je stage bij het kinderdagverblijf. Wil je de kinderen ontmoeten? Oké. Dit zijn alle kids. Hoi iedereen. Smash. Mijn hobby's zijn voetballen en gamen. Wat zijn die van jou? Stenen inkleuren met zwarte stift. Waarom moet je lachen? Hoe kom je nou? Ja, weet je wat is? Je verwacht het gewoon. Hoe kom je daarop? Stenen inkleuren met zwarte stift. Dit is gewoon best wel een normale activiteit als jonge kind. Jij wel, bro. Jij wel. Hé, hey bro, wat kijk je? Mooi tolly, bro. Mooi tolly. Mooi. Wat zit je een beetje te kijken, vriend? Dik, sappig, goede lengte. Echt een hele goede tolly, bro. Wat een zieke geest. Hey, deze guy is echt een held, man. Je kan niet zeggen dat je dit allemaal wel hebt gezien. Ja, tuurlijk. Heb je alles gezien? Ik krijg gewoon allemaal viewpages. Maar elke die ik nu heb laten zien. Ja. Heb je geen enkele nieuwe gezien? Je liegt. Hoezo? Je liegt. Hoezo? Nee, je krijgt letterlijk gewoon hoeveel elke keer... zit je op TikTok? Best wel veel. Oké. Laatste tijd luister ik veel naar drill, man. Ja, bro. Drill is echt de shit, man. Ik zeg eerlijk, drill is echt... Bro, ken je die tune? Ben in de wijk, ben met je meid, kom met je bro en je weet ik pijp aan. Bro, what the fuck? Oké, dan hebben we nog 3 TikToks gestuurd door Steven. Ben je ready?
Hier gaan we dan. Hij lijkt op jou. Jij zegt letterlijk elke Aziat lijkt. Hé man, dat is niet waar. Oké, daar gaan we. Put your arm in the other arm. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Het is toch niet begonnen. Huh? Hang on, Shang-Chan. Take it. Yes. Ik moest wel lachen omdat hij op jou lijkt. Have you ever accidentally killed a fish? Yes, unfortunately two fish, and they were both during water changes. The first one was a baby that got sucked up through the siphon and pinched in between the hose. Wow. Wow, is dit hem? De allerlaatste TikTok. Wow, oké, okay, kom. Deze zat volgens mij in januari. Wow, 21 seconden. Arsenal, I get ex-hacker. I got gay. Ik weet niet wat er gebeurt. I got niggas. I got Marco Ruiz. Hey jong, we hebben slechte humor, man. Ik vraag me dus oprecht af, hè. Als mensen onze video zien, of ze het ook oprecht grappig vinden, of ze onzezelfde humor delen, ja, of dat ze gewoon denken van... Zag je de naam niet of zo? Ja, Marco Ruiz. Nee. Wat? Het was Ruiz of zo. Kijk, ga terug. I got niggas. Er stond een R-I-G-U-E-Z. Bro, dit is echt duidelijke N. Oh, hoezo is dit hier dan ook nog een streepje naar boven? Het is gewoon een R. Oh, ja, het is een R. Maar ik ben namelijk dus oprecht, als mensen onze video's kijken, of ze dezelfde humor delen, of ze gewoon denken van, yo, wat de fuck. Niemand heeft dezelfde humor. Hoezo niet? Niemand is zo retarded. En we hebben motherfucking Zeus. Eén iemand van Zeus, oftewel Kai in the building. Yo, Kai, what's up? What's up, man? Dit is neftig, of niet? Dit is echt. Dit was gewoon vroeger. Nice. Oh, shut the fuck up. Dumb glasses build like a fucking square. They make well, at least I can see you fucking round-headed, smooth-faced ass nigga. Boy, you got no details in your face. I got no details in my face. There's details everywhere. Details where, nigga? You look easy to draw. Die belediging heb ik nog nooit gehoord. Yo, je ziet er makkelijk uit om te tekenen, oké. Nou ja, goed, dames en heren. Dat was eigenlijk weer voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Leuk deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet te abonneren op zijn kanaal. Precies. En yo, dan zeggen wij later. Yo.